This show is sponsored by Venom, Al Shearer Stables Abu Dhabi en Super Pro Samui Thailand. Welkom bij een nieuwe aflevering van World of Combat Sports. Mijn naam is Levi Richters en vandaag de gast Robin Siric, Sam Te Vet en Pietje Dorier. Robin, ik begin bij jou. Hoe gaat het met je? Je hebt een aantal partijen staan. Vertel. Met mij gaat alles weer super. We hebben weer planningen, dus we kunnen weer ergens naartoe werken. Voor nu, ik train gewoon weer 2 keer per dag en het is voor mij weer lekker fit worden. Lekker man. En ja. Wanneer heb je je partij staan allemaal? Oktober en november. En het liefst heb ik december ook nog één, maar dat is nog even kijken. Niet vast. Nee. Het is wel lekker dat je 2 partijen al vast hebt staan. Sowieso lekker om naar 2 partijen toe te werken. Ja, precies man. Ja. Lekker man. Hopen dat die niet de lockdown nog verlengd wordt. Nee, daar gaan we niet vanuit toch? Nee man. Sam, je hebt getekend. Ja man, ja. Fusion getekend. Ja. Mogen we aan de bak. Lekker man. We vechten 10 juli alweer tegen Nido Bashiri. Eerste partij. Ik heb eerder voor Fusion gevochten, maar jaren terug. En, Want hoe lang heb je niet gevochten nu? Ik heb nu al 2 jaar niet gevochten. Partijs, man. Blessure gehad en geopereerd en weer opgepakt. Vorig jaar zou ik mijn comeback maken en niet doorgaan door de epidemie waar we in zitten met z'n allen en in zaten. Maar nu door de versoepelingen 10 juli mogen we weer. Lekker man. Dan gaan we weer gas geven. Je hebt een blessure. Ik had een blessure net voordat ik tegen jou moest. Dus we wouden jou eigenlijk van de nummer 1 plaats afhalen. Maar je bent overgestapt. Kan nog. Dus nu wil ik eigenlijk de nummer 1 positie overnemen en fusion in het zwaargewicht. Want als je deze wint dan? Verwacht ik september weer een partij te vechten. En dan vecht je tegen Martin, toch? Ik ga ervan uit dat het waarschijnlijk Terpstra wordt. Ik weet het nog niet. Zeker, ik heb nog niet echt een naam doorgekregen. Maar Nido Bashiri is de eerste die we uit de weg moeten rennen. Dan zien we het wel bijna. Lekker man. Ja toch. En Piet, je hebt ook iets moois op de planning staan? Ja zeker, een partij tegen Damen. Dat is voor mij alweer een, toch wel 1,5 jaar geleden ik mijn laatste partij heb gedraaid. Ja. Ik kijk er heel erg naar uit. Het is een jong hongerig vechter, een mooie stijl. En ik hou ervan om te schaken in de ring en als het kan met wat impact. Ja. En ik denk dat die jongen wel wat moois voor mij in petto heeft. Dus we gaan... Want het is een nieuw concept, toch? Ja, precies. Ik geloof dat ik de aftrap heb voor een kickboxwedstrijd en daarna een MMA-wedstrijd. Ja. Muay Thai-wedstrijd in de kooi. Ja. En ik ben benieuwd welke aanpassingen gemaakt zullen worden. Kijk, het is, we vechten redelijk in een kort tijdsbestek. Want het is juli een paar staan. Maanden. Ja, juli en september staan. Ik heb begrepen van de kant van Dalman dat zij heel erg uitkijken naar het Muay Thai gebeuren. Ik ben zelf ook groot liefhebber van het Muay Thai spel. Maar het mooie van de kickboxstijl is dat je iets extra's aan kan toevoegen. En dat is waar wij in onze trainingen vooral mee bezig zijn. Ja. Dus dat je niet blind staat op één stijl, precies, maar dat je in meerdere disciplines doorslaggevend kan zijn. Ja. Want hoe lang heb jij niet gevochten? Nu? 1,5 jaar. Oh, ja, 1,5 jaar. Het was vorig jaar januari. Vocht ik een partij in Japan. Die hebben gewonnen. En ik vocht 2 wedstrijden daarvoor vocht ik tegen hem. Dus we zijn bekenden van elkaar. Ja, je kent hem. We zijn bekenden van elkaar. Mooi man, mooi. Ja, we hebben een aantal evenementen staan. 4 juli, 10 juli en 16 juli. Er mag weer publiek bij. Er zijn weer tafels te kopen, kaartjes kan je weer kopen. Klopt. Heeft een van jullie zonder publiek gevochten? Nee man. Nee, jullie hebben sowieso lang niet gevochten. Nee, ik had alleen met VIP-tafels waren er aanwezig. Dus ook met weinig mensen? Ja, weinig mensen. Hoe vond je dat? Nee, voor mij heeft het geen impact of er nou veel publiek is of weinig. Ik doe mijn ding in de ring ik sluit me af van hetgene wat er omheen gebeurt. Precies, ja. Je focus ligt gewoon op de ring, toch? Focus ligt op de ring en de tegenstander. Je krijgt meer energie van het publiek als je opkomt? Nee, ook niet per se. Nee? Ik heb echt, wat dat betreft, is het alleen mij en mijn tegenstander. En voor mij is alleen die uitslag belangrijk. Ja, precies. Ja. Ik heb hetzelfde wel, ja. Een ander feitje. Haryuli gaat zijn MMA-debuut maken tegen Juan Barragan op 16 juli. Is een MMA-partij. Jij hebt er ook ervaring mee. Wat vind je van die partij? Ik vind het een hele mooie matchup. Het zijn allebei jongens die echt komen om te vechten. Mm-hmm. Ik heb met beide jongens heb ik wel eens gewerkt in sparring. Mm-hmm. Haryuli heel, heel gretig. Ik ken zijn broer, ik ken de methodiek van hoe zijn broer met hem werkt. Wat ik het mooie vind aan Haryuli is dat hij heel bewegelijk, explosief kan boksen.
Mooie afrondingen, weet je, hij houdt het gewoon lekker basic. Hard stoten en goede low kicks plaatsen. Bargan is echt een beetje een ouderwets knokken. Ja, één weg kent, één weg naar voren. Hoor. Ja, precies. En ik denk dat het een partij is die voor het publiek heel erg aantrekkelijk is. Omdat, sommige partijen weet je gewoon dat er een KO gaat vallen. Ja. Omdat ze geen centimeter achteruit willen doen. En nu een mooie dimensie dat je ook het stukje naar de grond erbij mag krijgen. Dus wie heeft zijn grappling skills het meest geupgraded de afgelopen tijd? En daar ben ik heel erg benieuwd naar. Benieuwd naar, ja ik hoop zeker. Er is wel een leeftijdsverschil. Klopt. Jij hebt ook binnenkort een wedstrijd tegen een wat jongere klopt. Vecht, hè? Hoe kijk je daarnaar? Ik denk dat zich vertaalt in hoe je carrière is verlopen. Mijn trainers hebben me altijd geïnstrueerd om slim te vechten. Dus niet onnodig schaar te pakken. Mm-hmm. Dus voor mijn gevoel schelen we niet zo heel veel qua leeftijd. Nee. Ik moet daar wel bij zeggen, op het moment dat je wat ouder wordt en je focus ook gaat verplaatsen, dan wordt het een lastig verhaal. Ja. Ik weet niet hoe Bargan zit in zijn bovenkamer. Ik weet dat die jongen die eet, slaapt, drinkt. Het is alleen maar vechten sport, voor hem. Ja. En hij heeft ook een team dat heel compact is. Op het moment dat je team compact is, dan is er ook veel minder ruis. Ja. Hij heeft het mentaal ook wel wat lastig gehad met in de privé setting, in de familiesfeer. Ja. Maar ik zie dat als een jongen die dat weet om te zetten in vuurwerk. Ja. En bij Bargan ken ik ook uit de personal training scene. Het is een jongen die heel erg gemotiveerd is en die zichzelf altijd wel weet op te peppen voor een mooie match. Mm-hmm. Dus ik denk dat je die jongen, ondanks dat hij wat ouder is dan naar jullie, dat je hem niet aan de kant moet zetten. Want hij kan altijd wel voor een verrassing zorgen. Ja. Het is alleen strategie bepaald. Weet je, weet het. Leeftijd hoeft niks te zeggen, inderdaad. In dit geval nog niet, denk ik. Nee. En met MMA handschoenen kan het in de flits voorbij zijn. Absoluut. Vierhands handschoenen, dat is wel heel anders. Ja. Ja. Wat voor jou misschien een MMA-partijtje ooit? Ja, waarom niet? Ik ben wel 2 maanden geleden benaderd, toevallig, voor een MMA-wedstrijd. Alleen die had ik die toen de tijd nog niet aangenomen. Mm-hmm. Ik ben wel een beetje aan het rollen en ik ben wel een beetje MMA oriënteren, zeg maar ik heb nog geen stap genomen. Nee, maar ze hebben wel voor open, dus. Ja, waarom niet? Wie weet, oké. Er zijn vechters, dus. Die zijn er genoeg, toch? Ja, dat is gelijk, man. Ja. 12 november in Abu Dhabi is de hoofdpartij een min 77 kilo partij tussen Semir en Ghadi. Wat denk jij van die? Jij gaat die jongens waarschijnlijk snel treffen. Ja. Wat denk je van die partij? Nou ja, ik ben gewoon erg benieuwd. Beide zijn hartstikke goede vechters en beide staan op mijn lijstje. En beide ga ik zeker tegenkomen. Mm-hmm. Dus voor mij, ik kan niks anders doen dan gewoon kijken en leren. Ja. En wie denk je als er als winnaar uit gaat komen? Ik weet niet hoe Semilem omgaat met Southpaws. Ik bedoel, Guy die is een sterke gast. Mm-hmm. Kijk, speciaal is het niet, want elke vechter in de A-klasse is supersterk. Ja. Iedereen heeft een droom om die titel nu te pakken van die 77, dus waaronder ik ook. Ja. Dus zoals Pietje net zei, wie is er in zijn bovenkamer 100% die dag en wie neemt de winst mee naar huis? Ja. Want stond je niet al een keer gematcht tegen die Ghadi? Tegen Ghadi stond ik gematcht om, meerdere malen stond ik gematcht, maar door de corona kon dat niet plaatsvinden. Ja. Ik zou mijn wereldtitel verdedigen tegen Ghadi dan. Maar dat heeft dus niet plaatsgevonden door de epidemie. Dus voor nu is het 77 kilogram. Ja, oké, duidelijk, man. Als ik een winnaar moet noemen, dan ga ik toch voor Semler. Ja? Ik ken Semler en Semler is een sterke jongen. En ik denk dat hij gewoon met de winst naar huis gaat die dag. Oké, mooi, man. Ja, man. Wat anders. Infusion komt met de double duel. Jij gaat het als eerste doen. Klopt. Je gaat dan een wedstrijd vechten, eerst op kickboxregels en een aantal maanden later of MMA-wedstrijd of Muay Thai. Klopt. Jij hebt voor gekozen om Muay Thai te doen in de tweede wedstrijd. Klopt. Waarom niet MMA? Volgens mij werd er vanuit de organisatie de vraag gesteld van wat heb met Muay Thai? Ja, heb ik wel. Ja, dus, mijn tegenstander Dalman. Die is zich volgens mij vooral aan het focussen op het Muay Thai vlak. Ja. Dus ik denk dat die jongen dat een mooie afwisseling vindt. En waarom geen MMA?
Ik ben een jaar of tien terug deed ik met een personal trainer ruilhandel. Die wilde graag wat staand en ik wilde graag wat grond. Elkaar leren. En ik vind knuffelen noemen ze het in de volksmond. Ik vind het heerlijk. Ik ben daar in dat opzicht wel echt een knuffelbeer. Ik vind het leuk om met die technieken aan de haal te gaan. En überhaupt lichaamsdynamiek. Je hebt te maken met zoveel verschillende posturen. En het is er nooit van gekomen, ook omdat ik me wilde focussen op het staand vlak. Er zijn zoveel jongens die ik staand gewoon zo onwijs goed vind, waarmee ik me mee zou willen meten. Ja. Waar ik dacht, ja, MMA nu. In de tijd dat het op mijn pad kwam, was het nog niet zo huge. Weet het, het is eigenlijk meer iets van de afgelopen 4-5 jaar dat het ook overwaait naar Nederland, dat mensen zoiets heeft van, hey, misschien is dat iets waar meer kijkcijfers in zitten, maar het is voor mij tot op heden nog altijd wel staand geweest. Ja. Okay, dus nu wordt kickbox en daarna Muay Thai. Absoluut. En de winnaar van die wedstrijd vecht als goed is 12 november in Abu Dhabi. Denk je daar wat meer over? Nee, nog niet. Ik ben sowieso iemand die stap voor stap dingen benadert. Ik ben anderhalf jaar stond ik op non-actief. Mm-hmm. Nu gaan we de eerste partij weer draaien. De eerste paar seconden zal het even wennen zijn, even aanvoelen zijn. En ik ben van origine ben ik wel echt een 5x3 vechter. Dat is al geruime tijd is dat niet meer het geval. Dus ik focus me vooral op gewoon lekker die 3x3 voor volgende week. Echt een beetje gaan ownen. En dan zit je er ook wel lekker in. En kijken we daarna verder wel. Ja. Abu Dhabi is een beetje ver nog. Ja, het is nog een paar maandjes. Ja, droom is mooi, maar we hebben nu eerst een ander pakketje. Ja. Ja. Duidelijk, man. Een andere wedstrijd in de double duel is jouw tegenstander, Nidal Bashiri. Gaat het opnemen tegen Lazar Todev. Ja. Hij gaat wel kickbox en MMA doen. Is het dan wat voor jou misschien een keertje en kickbox en MMA te doen? Laten we eerst deze. Volgende week of twee weken afwachten. 10 juli vecht ik en dan als hij een MMA-partijtje daarna nog wil tegen me, dan stap ik ook nog een keer de kooi in tegen. Maakt niet zoveel uit. Ja, toch? Die andere jongen ken ik niet zo heel goed. Die ken ik niet zo heel goed, maar die mag ook langs komen als hij mag allemaal komen. We gaan niemand uit de weg. Als je die titel wil, dan moet je. Lekker, man. En voor jou? Een double duel? Kickbox en daarna of Muay Thai of MMA? Muay Thai heb ik persoonlijk geen ervaring mee. Ik heb het wel gedaan in Thailand, alleen ik heb er niet zoveel ervaring mee. Qua MMA, dat zou later. Ik ben nu bezig met MMA, al een tijdje. En ik doe dat ook in Groningen, weer bij ergens anders, bij een andere gym. Dus ik ben nu ook bezig met het MMA, maar ik wil eerst gewoon even verdiepen erin. En ik wil eerst takedown defense en alles wil ik gewoon prima hebben. Ik ga niet zomaar de ring in en een MMA-partij doen en mezelf op het spel zetten voor niks, weet je wel. Ja, gelijk heb je. Ja. Die takedown defense is wel het belangrijkste. Als je die, onder de knie hebt en de stand-up, dan is het wel... Precies. Ja. Als je die is, die takedown defense voor mij heeft prioriteit en dan kunnen we misschien naar het MMA gaan kijken. Ja. Gewoon je tijd nemen, toch? Ja, zeker. Ja. Heeft geen haast. Nu is de 77 kilogram divisie, dus dat wordt weer leuk. Dat wordt heel leuk, man. Ja. Leuke divisie. Iets anders nieuws. Enfusion komt met de skill game. Waarin je kennis van een vechtsport kan testen en hele grote prijzen kan winnen. Een van die prijzen is een reis naar Abu Dhabi, een VIP-reis voor twee personen. De andere prijs is 14-daags trainingskamp in Thailand bij Superpro Samui. Wat je daarvoor moet doen is 3 wedstrijden goed raden, goed voorspellen en deze podcast delen. Wij gaan even 3 wedstrijden doornemen. De eerste wedstrijd, Jeroen van Diemen tegen Mahmoud Zwef. Robin, jij hebt tegen Jeroen van Diemen gevochten. Wat denk je van deze partij? Ja, ik heb niet alleen tegen Jeroen van Diemen gevochten, maar ik heb ook met Mahmoud Zwef gespart. Okay. Dus deden we meestal bij Budo Centrum Notdam, bij Semilair. Mm-hmm. Kwamen we samen en gingen we daar sparren. Wat ik denk van die wedstrijd, ik vond Jeroen van Diemen... Ik denk dat het een beetje gelijk opgaat met die wedstrijd. Ja, maar Mahmoud is wel goed op weg om een keiharde partij neer te zetten tegen die jongen. Ja. Dus denk ik ook dat die Mahmoud wel als winnaar uit de partij zou komen. Oké, dus dat is jouw voorspelling.
Ja, dat is mijn voorspelling inderdaad. De andere partij is Mo Tushasi tegen Misha Rados. Die Mo is een heel groot talent. Ik heb een paar films gezien en dat ja, is een jongen echt rekening mee te houden. Sam, wat denk je van deze partij? Ja, ik denk dat... het is niet makkelijk te zeggen, maar Mo is een goede bokser. Ik heb hem vaak zien vechten. Een jongen uit Rotterdam. Ja. Dus, en het is een jongen die 3 minuten lang gas kan geven. Ja. Kijk, als je daarmee om kan gaan, kan het de andere kant op gaan. Ja, maar Mootje blijft drukken, blijft gaan, blijft boksen. Dus ik denk dat het een partijtje wordt die Mo gaat winnen. Ja. Oké, okay, is jouw voorspelling. En de derde is ons eigen Piet tegen Matthew Daalman. Wat denk jij van die? Ja, wat denk je van die wedstrijd? Wat denk je van die wedstrijd? Ja, goed. Ik denk dat ik me, als ik had gedacht dat ik zou verliezen, had ik mijn handschoenen niet aangetrokken. Ik denk dat de winst mijn kant op gaat. Maar wat ik interessant vind aan deze wedstrijd is... we hebben een keer eerder tegen elkaar gestaan. Het enige wat ik over die partij kan zeggen is dat... Dat het voor hem een mooie dag was. Ja. Dat is eigenlijk, we hebben onbeslist gevochten de vorige partij. En hij heeft het goed gedaan, vond ik. Mm-hmm. Ik vond dat ik het minder goed had gedaan. De rest is bijzaak. Zit dat in je hoofd? Nee, voor deze partij zeker niet. Nee. Ik denk, kijk, op het moment dat je tweede keer tegenover iemand staat... hij heeft zich niet heel veel kunnen ontwikkelen in die tijd. En ik ook niet. Dus hoeveel veranderingen kunnen er zijn? Van zijkant, van mijn kant. Ik wil daar niet te veel over gaan calculeren. Ik wil vooral gaan voelen. Je weet een beetje wat je kan verwachten. Ik weet wat ik kan verwachten. Hij weet wat hij kan verwachten. En vorm van de dag bepaalt. Ik weet welke fouten er zijn gemaakt in de aanloop naar die wedstrijd. En die neem ik gewoon lekker mee. En dat hebben we wel goed weten aan te passen voor dit trainingskamp. Dus ik kijk er heel erg naar uit om er weer te staan. Ja. En om vooral te voelen. Maar het is wel duidelijk dat ik de winst meeneem volgende week. Ja, zeker. Mooi man. En ik denk niet op een disqualificatie, dat denk ik niet. Nee, ik denk, dat denk ik niet. De knockout. We weten allemaal dat als je de knockout gaat forceren, dat het niet komt. Weet het, Dat is wel kickboxregels. Ja, kickboxregels, ja, precies. Weet het, we hebben allebei niet een hoog knockout ratio. Ik heb meer technische knockouts. We zijn allebei wat tactvolle vechters. Dus ik denk, ja, als je eenmaal in je element zit en de openingen zijn er, ja, dat we wel weten het echt allebei gas gaan geven. Ja, zeker. Dat hij een mooie technische partij gaat worden. Ja, want hij is vooral een elleboog specialist als het goed is. Dat is wat ik een beetje heb begrepen. Ik weet niet wat het niveau is waar hij tegen heeft gestaan in Thailand. Ja. Dus ik kan daar ook niet heel veel uitspraken over doen. Dat is ook pas voor de tweede. Daarom vroeg ik, weet je wat voor partij wordt er staan? Alleen echt kickbox voor jou. Ja, nu is kickbox, maar niet voor je daar niet volgende keer niet. Ja, precies. Dat stukje van het... Het clinchen, timen, opvangen met ellebogen, dat is iets waar ik na deze partij naar kijk. En nu moeten we gewoon 3x3, gewoon volle bak. En die eerste partij van jullie, was dat een Muay Thai partij of een kickbox? Oh, het was ook een kickboxpartij, inderdaad. Die, ging super goed voor jou, man. Ik heb hem 4-5 keer gekeken vannacht en vanochtend weer. Maar ik vond mooie sweeps en alles. En, weet je. Je ving ze voorwaarts trappen, vind je heel mooi. En echt mooie wedstrijd, hoor. Ja, ik heb afstand gedaan van een mening hebben over de uitslag. Ja. Dat doe ik al lang niet meer. Weet het, ik kijk, weet je wel, hoeveel kennissen en mensen uit de jury naar me toe komen en zeggen... Ja. Ik heb voor mezelf heb ik het op één manier onthouden. Dat is, sinds ik in de jeugd of sinds ik in de amateurtjes vecht... heeft men op een gegeven moment ook een bepaalde verwachting van je. En... Als je die verwachting dan niet waar maakt, soms krijg je de schijn dan in één keer tegen. Ja, en dan denk ik, kunnen we nog objectief zijn? Ja, denk ik wel. Mm-hmm. Maar geen ruimte laten voor twijfel. Nee. En dat is eigenlijk hetgene wat ik meeneem voor mezelf. Dus thanks, maar er moet veel gebeuren. Ja. Volgende dat week. Moet jij doen. Ja, zeker. Man. Ja, klopt. Mooi, maar oké, dat was onze voorspelling dus. Voor wat zouden jullie wat kiezen? Wat denk jij van die wedstrijd? Welke? Van Piet? Ja.
Ik ga voor Piet. Ja, oké. Okay. Maar hij zegt... Die durven nou niet te zeggen dat hij lijkt. Ja, ik denk dat hij hier zit, hè? Ja, ik denk dat het gelijk opgaande wedstrijd gaat worden, maar dat hij wel het verschil gaat maken. Omdat hij hongerig, gedreven... Ja. Weet je, mensen zeggen wel misschien hij is wat ouder, maar dat is... dat zeggen ze. Weet je, als je hongerig, gedreven en precies. Je focus je echt op die wedstrijd en je doet er alles voor dan. Ja. En één ding, ik zie mezelf altijd als de underdog, zeg maar. Ik zie mezelf altijd als de underdog. Ik train alsof ik 10-0 achter sta, zeg maar. En dat was wel leuk in de trainingskamp. En de jeugdvechters die begrepen er niks van, maar ik heb al die toptalentjes van 16, 17 jaar oud. Vroeg ik, kunnen we nog een beetje sparren? En kijk ze af, ja, maar jij bent... Hoezo wil je met mij sparren? Maar die jongens, die hebben net even een ander vuurtje. Die jongens die kijken... Die willen graag. Die zijn brutaal. En weet je, als je één goede knie plaatst, dan zie je wel een kleine twink in je wenkbrauw. Maar dan zeg ik van, hey, geen respect. Geen respect. Doorgaan, en dan stompen ze. En dan kan ik mooi, van, dit is toch mooi, weet je. En dat is wel ook wat ik nu ga tegenkomen. Mm-hmm. Weet je wel, als die jongens ziet dat ik het laat liggen... Dan gaat hij groeien. Je voorbereiding ook een soort meting voor jezelf? Ik wil met die jongens mee? Of ik wil me wel graag meten met, heel graag meten met de jonge gasten. Ja. Zeker weten. Niet zozeer conditioneel, maar hoe kan ik mijn mentaliteit laten groeien? Ik begrijp wat je zegt, want ik heb dat ook nog wel een beetje. Weet je, als ik aan het sparen ben of zo met jongere gasten, dat ik denk van, oké, als dit het is, ja. Dan, kunnen we nog wel wat jaren mee? Absoluut. Kijk, je hebt jongens, ik loop in een stal waar die jongens als Enagi, Boulaït... Je hebt ervaren jongens en je hebt wat meer die opkomende jongens. Ja, precies, maar je hebt de opkomende jongens. Kijk, op een gegeven moment, als je heel veel spanningsrondjes hebt met de gevestigde orde... Ja, weet je, laat je wat liggen, dan plaatsen ze misschien net. Maar de jongens die, weet je... top in de B draaien, als zij een gaatje kunnen prikken bij, gaan ze het gewoon doen. Weet je, dan denken van ja, top, heeft de rest het gezien, ik heb Pietje voor geraakt. En dat moet je hebben, En ik heb wel bewust die jongens opgezocht, weet je wel. Je denkt van sparringsrondjes van 20 minuten van, en ja, van ik moet gewoon helemaal kapot gaan eigenlijk. Dus dat is eigenlijk hoe ik... Wat dat betreft kun je het beter in een training hebben dan in een wedstrijd absoluut. Raken. Absoluut. Dat gebeurt je niet een tweede keer. Nee, precies. Ja. Mooi man, kijk er naar uit. Ja, ik ook. Wat zouden jullie kiezen als prijs? 14 dagen Thailand of een tipreis naar Abu Dhabi? In dit geval 14 dagen Thailand. Toch? Ja, ik ben er eerder geweest. Thailand. Jij bent er eerder geweest. Ja, Koh Samui, leuk. Reality ook, toch? Ja, reality. Is gezellig. Ik zou daar wel voor kiezen, man. Ja, stop, man. Ja. Piet, jij? Ja, hetzelfde. Mooi. Yes, we hebben een aantal wedstrijden die we gaan doornemen. De eerste is Jeroen van Diemen tegen Mahmoud Zwef. Sam, wat denk je van die wedstrijd? Ik heb die Zwef wel voorbij zien komen op het kanaal van Fusion natuurlijk. Ik heb hem één keer live gezien. Ja, het is wel een redelijk gevechter. Jeroen van Diemen is een knokker. Ja, ze zijn allebei wel knokkers. Weet je? Ja, ik denk dat een gelijk opgaande wedstrijd ook zal worden. Ik zou niet echt een uitspraak kunnen doen van die gaat winnen of die gaat winnen. Ja, als ik toch dan een keuze moet maken, dan ik kies voor Jeroen. Hij kiest voor Zwef, ik kies voor Jeroen. Dan is het een beetje... Ja, ik denk ook dat het gelijk is. Ja, ik weet het niet. Weet je, soms kijken naar wedstrijden en denken, ja... Daar kan echt een... kan je al van tevoren zeggen, die gaat winnen of die gaat winnen. Ik kan zeggen, ja, voor mij gaat het een beetje gelijk op, denk ik. Ja, ik denk zelf. We mogen de beste winnen die dag. Precies, man. En Piet, wat denk jij van die wedstrijd? Ik zie dat, ik heb een beetje gekeken naar wat partijen van beide jongens. Jeroen van Diemen, die ken ik persoonlijk. Het is een jongen, is een harde werker. Die streeft ernaar om je gewoon lekker leeg te trekken. Die wil je gewoon in die diepe water willen je halen. Mm-hmm. En wat ik bij Zwef veel zie, is dat hij makkelijk op de counters kan werken. Een bewegelijke stijl. En ik denk dat Jeroen daar... daar zeker zijn huiswerk op moet maken, dat hij hem niet te veel ruimte moet geven. Ja. Ik heb het idee dat als Zwef eenmaal zijn ritme heeft gevonden in de wedstrijd, dat hij daar mooi op kan anticiperen. Dat hij gewoon lekker goed kan uitstappen, terug kan counteren met een stoottrap combinatie. En dat is denk ik wel de tap die hij ook nodig heeft voor Jeroen. Omdat Jeroen
Ja, dat kan af en toe een wervelwind zijn. Ja, die wil je gewoon... Ik vind het eigenlijk wel een mooie match, want je moet blijven naar voren komen. Ja, precies. Die wil je eigenlijk niet in je spel laten komen. Precies. En ik denk dat als Vef op tijd, als hij eind eerste ronde een beetje zijn ritme heeft gevonden, dat het wel een schaakspel wordt. En ik denk dat je Jeroen moet dwingen om te schaken, want hij wil gewoon vechten. Mm-hmm. En als je met Vef gaat vechten, dan denk ik dat het voordeel meer bij Jeroen ligt. Dus ik vind het ook een lastige. Ik vind het een lastige. En los van hoe de fight gaat, heb je ook nog eens een uitslag. Weet je, en ja, het is wat de jury, waar de jury waarde aan hecht. Ja. Weet je wel, je hebt bewegelijke vechters die nu achteruit kunnen ze je helemaal gek tikken. En dan heb je iemand die toch de winst naar ze toe trekt, omdat die stevast druk zet en snoeihard combineert. Ja. En de volgende wedstrijd is Mo Tushashi tegen Misha Erades. Robin, wat denk je van die partij? Ik heb beide vechters bekeken, Ewop en Fusion. En Misha Erades is toch wel een knokker, hij blijft wel gaan. Mm-hmm. Hij blijft echt wel gaan. Ja, die Tushashi vond ik wel echt een talentje. Ja, ja. Ja. Wedstrijden. Ja, was wel hij vocht wel tegen een tegenstander, moet ik zeggen. Dat was die broer van Diemen. Mm-hmm. Die deed helemaal niks, dus dan lijkt het ook weer heel mooi, weet je wel. Maar die Misha Erades die vecht wel terug. Dus ik ben wel even afwachten hoe... Die is een stuk meer ervaring ook. Ja. Ja, dus het is echt... Ik ben benieuwd naar die partij. Ik ga hem ook zeker kijken. Mm. En kijk, als je iets vooraf gaat bekijken, dan ben ik ook benieuwd naar de uitslag. Dan ga je het ook even kijken. Ja. Ja. En Piet, wat denk jij van die wedstrijd? Ja, je hebt inderdaad net wat Robin aangeeft. Tushashi die beweegt heel makkelijk. Hij geeft aan dat hij heel graag trapt en kniet. Maar je merkt dat hij zijn combinaties gewoon heel goed bij elkaar weet te zetten. Mm-hmm. Hij stoot explosief. Hij heeft de capaciteiten om tijdens zijn stoten toch nog even uit te kunnen stappen als er een counter komt. Dat vind ik gewoon heel mooi om te zien. En wat je ook aangeeft bij de Red Devil, die jongen die wil gewoon die wil het gevecht maken. Af en toe wel iets te veel in één lijn, dat hij dan te veel blijft drukken. Waardoor hij dan soms wel kwetsbaar kan zijn voor zo'n jongen met diversiteit aan voetenwerk en een arsenaal aan hoog-laag variaties. Dus ja, ik ben benieuwd hoe lang hij die tank kan aanhouden, zeg maar. Weet je, als je tegenover een sterke jongen staat die je wil laten uitrazen, ja, dat moet je in principe nooit echt doen. Want als je momentum gaat creëren, dan wordt het eigenlijk een lastig verhaal voor je. Maar hoe is zo'n jongen eind tweede ronde? Weet je wel, wat ik begrijp is dat de laatste rondes wat zwaarder tellen. Als ik het zo, ik ben geen jurylid, maar dat begrijp ik zo'n beetje. Ja. Hoe stevig is hij nog in de laatste rondes? Dus mocht hij nog niet gaan zitten? Ja. Dus dat is een, kan net wat je zegt, ook twee kanten op gaan. Het niveau van de dag bepaald. Ja, mooie match zeker. Ja, zeker. Mooie match. Ja, maar ik denk dat die Mo echt wel een talent is. Zeker weten, ja. Ik heb de wedstrijd. Ja, dat is niet uitvlak hoor. Want die... Nee, dat sowieso niet. Maar wat ik heb gezien. Ik denk als die Mo goed onderbreekt, dat het lastig wordt. Kijk, als die hem echt zijn werk laat doen. En, want hij kan. Ja. Voor anderhalve ronde, twee rondes, maar heb je zeker wel licht om continu te blijven werken. En dat moet je onderbreken. Als je dat niet onderbreekt, dan is het lastig. Weet je? Precies. En als hij nou zou werken zonder kracht, maar heb ook nog wel power voor zijn gewicht. Ja, zeker. En hij heeft de lengte mee, dus het is de vraag hoe snel het gat kan dichten. Wie werkt er harder in de vraag? Ja, dat is het. Zeker. Daarom zeg ik, als ze goed in huiswerk doen, dan... Ik zeg altijd, hard work beats talent. Ja, zeker waar. Dat is waar, zeg goed man. Ja. Mooi man, duidelijk. Oké, dan gaan we nu even de skill game voor jullie invullen. We beginnen bij de eerste partij, Jeroen van Diemen tegen Mahmoud Zwef. Vertel, de uitslag. Ik ga voor Mahmoud Zwef op punten. Niet op kou, omdat ik heb gemerkt dat van Diemen niet makkelijk neergaat. Mm-hmm. Hij heeft wel een sterke kin, dus ik heb hem vaak geraakt. Maar hij gaat niet makkelijk neer, dus ik denk daarom dat Zwef op punt gaat winnen. Yes. Ja. Sam? Ja, we hadden het er net al even over. Ik denk van Diemen op punten. Op punten. Ja. Piet? Ik denk van Diemen op punten. Ook op punten. Ja. Oké, duidelijk. Volgende partij, Mo Tushashi tegen Misha Erades. Robin? Dan ga ik op voortijdige beslissing voor Mo Tushashi. Waarom?
Ja, ik denk gewoon dat die jongen het wel in huis heeft. Als hij, ja, ik kan niet kijken wat hij nu doet. Ja, maar daar ga je vanuit. Ik ga vanuit als hij hard werkt, nu in zijn voorbereiding, dat Tushasi gaat winnen voortijdig. Ja, duidelijk. Ja. Sam? Ja, ik ga dan met Ruben mee. Kijk, resultaten van het verleden zeggen niks over de toekomst natuurlijk. En je krijgt natuurlijk telkens betere partijen, betere matchmaking, lastige tegenstanders. En dit is wel gewoon echt een test voor hem. Mm-hmm. Maar ik denk wel dat hij voortijdig deze partijen, dat voortijdig mogen deze partijen voortijdig winnen, denk ik. Ja. Piet? 3 stripes. Hetzelfde. Same thing. Oké, okay, duidelijke taal. Duidelijke taal. Laatste partij, Piet Dooyer tegen Matthew Daalman. Ja, ik heb die partij bekeken en ik denk dat Piet Dooyer wel een voortijdige beslissing gaat maken. Ja, het is een gewaagde gok, maar ik denk wel dat Pietje gaat voortijdig beslissen. Duidelijk. Sam? Ja, de partij heb ik ook gezien. En, ik ken hem een beetje en ik weet dat hij hongerig is. Dus ik ga ervan uit dat hij, wat ik toen straks al zei, een technische partij gaat worden. Hoogstaand mooie partij. Ik denk dat iedereen de stream moet downloaden en moet gaan kijken. En ik denk wel dat Pietje die partij gaat winnen. Op punten ga ik. Ja, ik denk zelf op punten. Misschien is dat de bescheidenheid. winnen ga ik. Die jongen die heeft mij eerder ervaren. Ik denk dat hij heel erg oplettend is op mijn sterke punten. Ik denk dat hij... wat hij heel goed deed in de vorige partij was het gevecht niet altijd aangaan. En dat vind ik zelf heel fijn als je het gevecht aangaat. Want dan kan ik ook echt mijn kracht op je... Ja, hij bewoog goed. Ik ben 1,5 jaar verder in ontwikkeling, maar 1,5 jaar uit de ring zal je ook eventjes moeten zoeken weer. En ik ga mijn best doen om dat zo snel mogelijk weer in de armen en benen te hebben. Dus ik denk over 3 rondes, we vechten 3 rondes, dat ik een puntenbeslissing ga pakken. Wel een ruimschoots, zoals het aan mij ligt. Ja. Duidelijk man, mooi man. Oké, dit waren onze voorspellingen. Het enige wat jullie nog moeten doen is de podcast delen en dan maken jullie kans op de prijzen. Als laatste hebben we nog een mooie prijs te winnen. 2 bokshandschoenen gesigneerd door Robin Siric. Het enige wat je hoeft te doen is deze podcast delen en de skill game te delen. Yes, dit was weer voor vandaag. Bedankt voor het kijken. En vergeet niet te delen, te liken en te abonneren. This show is sponsored by Venom, Al Shearer Stables Abu Dhabi, and Super Pro Samui Thailand.